Vandaag ga ik de laatste paragraaf uitleggen over hoofdstuk 6, zuren, en wel 6.5, zuren en basen in het milieu. Ik ga ervan uit dat je eerst de tekst hebt gelezen en in deze paragraaf ga ik vooral eigenlijk de samenvatting geven, dus de leerdingen die je moet doen, en hier zijn niet zo heel veel doedingen meer. Ik heb er dus nu ook een muziek onder gezet en zorg gewoon voor dat de dingen die ik heb opgeschreven en die je nou dadelijk zult zien, dat je die overneemt in je samenvatting en dat je die leert. Veel succes! Dit was de laatste paragraaf van hoofdstuk 6. Heel veel succes bij het maken van de vragen van hoofdstuk 6. En als je het vragen hebt, dan hoor ik ze graag.